ben Nina Valkhoff. Ik ben muralist of ook wel street artist. Het verschil tussen een muralist en een street artist is... Een muralist is iemand die muurschilderingen maakt. En een street artist is een wat bredere term. Dat kan ook iemand zijn die met spuitbussen pieces zet of die kleine interventies doet in de publieke ruimte. En ik zie mezelf meer als een muralist, omdat ik echt een schilder ben. Ik ben muralist geworden niet als bewuste keuze, maar meer als een soort logisch gevolg van het feit dat ik al schilderde en gevraagd werd om muurschilderingen te maken. Dus ik ben er eigenlijk langzaam ingerold. Ik ben benaderd voor dit project door The Hague Street Art. Die hebben in samenwerking met het Mauritshuis een selectie gemaakt van kunstenaars die een muurschildering gaan maken voor dit project. Dus ik kreeg een belletje en ik was meteen enthousiast. Wat ik maak is geïnspireerd natuurlijk door dieren en natuur. En ik denk, omdat het iets is wat ik zelf gewoon visueel heel aantrekkelijk vind, en ook omdat ik street art maak, wil ik graag mensen daarmee verblijden. Dit werk brengt me overal, over de hele wereld. Het is fantastisch om uitgenodigd te worden om in andere landen te schilderen. Ik werk vooral in Europa, maar ook wel in andere delen van de wereld. Het is voor mij een heel tof project, omdat het juist het idee om kunst wat in een museum hangt, wat dus niet vrij toegankelijk is, om dat toegankelijk te maken voor het grote publiek. Dat vind ik, dat is ook de essentie van street art voor mij, is dat je het maakt voor iedereen.